Welkom bij Verade. Vandaag 10 minuten versterken en rekken met 3 yoga oefeningen. De plank, hond en heldenhouding. Laten we starten in de knie-viervoetstand. Krol je tenen onder, adem uit en hef je heupen op in de neerwaartse hond. Wandel uit, strek afwisselend je linker en je rechterbeen. De houding gaat stijfheid in de benen, rug en schouders tegen en is hiermee een goede opwarming. Adem in. Beweeg het bovenlichaam naar voren in de hoge plank. Houd dit even vast. Planken vergt uithoudingsvermogen, kracht in je buikspieren en rug. Verder helpt het ook bij het versterken van je bilspieren en hamstrings. Hou vol en blijf doorademen. Hou vol. Vasthouden. Til je heupen op in de hond en adem gelijk uit. Duw je borstkas in de richting van je benen. Openen van de borst en rekken van de ruggengraat. Rol terug over in de plank. Laten we deze 2 houdingen combineren. Neerwaartse hond. Rol over in de plank. Op het ritme van je ademhaling. Hond, blaas uit. Inademen, plank. Hond, doe zo verder. De hond verhoogt de bloedcirculatie. Versterkt armen, schouders en benen. Verlengt de hamstring, kuitspieren, handen en voeten. Verlengt je ruggenwervel en versterkt je rug- en buikspieren. Je hele lichaam versterken en rekken. Stijfheid opheffen. En rol over in de plank en laten we deze vasthouden 30 seconden. Dagelijks planken verstevigt de buik en het vermindert pijn in de onderrug. Verder versterk je ook de spieren rond je schouders en schouderbladen. Hou vast, hou vol. Als dit te zwaar is, plaats je de knieën op de grond. Til je zitvlak op in de hond. Hef je linkerbeen schuin omhoog. Hou vast en stap met je linkervoet naar voren in de lunge. Buig het achterste been en schuif deze naar voren zodat het onderbeen aan de buitenzijde van je dij ligt. Strek je linkerbeen, knieën zo dicht mogelijk bij elkaar. De held met 1 been gestrekt. Beginners gaan niet verder en blijven in de zittende houding. Is dit te zwaar, zit dan op een yogablok of een kussen.
Anderen kunnen verder strekken, steunend op de ellebogen. Of rol verder af in ruglig. Je mag geen pijn voelen. Als dit te zwaar is, kom dan in buiklig en breng je hak naar je bil. Ademen. Duw jezelf met de hulp van je handen omhoog. Buig je voorste been. En kom terug in de hondhouding. Laten we dit herhalen met het andere been. Til je rechterbeen schuin omhoog. Driepotige hond. Stap met je rechtervoet naar voren tussen je handen. Buig je achterste been en schuif deze naar voren. Onderbeen tegen de buitenkant van je dij en strek je rechterbeen. Knieën zo dicht mogelijk bij elkaar. Beginners gaan niet verder. Zitten op een yogablok of een kussen. Of komen in buiklig met hak naar bil. Anderen, gevorderden, komen in de liggende held of steunen op de ellebogen. Hou vast. Ademen. Laat los en duw jezelf omhoog. Buig het voorste been en kom terug in de hond. Wandel uit en rol over in de plank. Schuif beide benen gebogen naar voren voor de heldhouding. Open de onderbenen en ga zitten op een yogablok of op een kussen, afhankelijk van ieders lichaam. Of zit tussen je hielen. Luister naar je lichaam, overstrek je knieën of enkels niet. Inademen, oprekken. Uitademen, leg je handen op je voetzolen. Blijf in deze houding. Gevorderden leunen verder naar achteren, steunend op de ellebogen of in ruglig. Ademen. De heldhouding. Maak de knieën en heupen soepel. Bovendien rekt deze houding in ruglig de buikspieren. Kom langzaam terug in de zittende held. Ademen. Rek op. Handen op de vloer en kom terug in de hoge plank en van hieruit in de hondhouding. Ontspan. Laat de beheven vasthouden. Hef je hielen op en rol naar voren in de plank.
Plaats je knieën al dan niet op de vloer. Hou vast. Laat je knieën zakken op de vloer. Breng je zitvlak op je hielen. En wandel met je handen ver naar voren in de kindhouding, rekken van de middenrug. Ademen. Til je bovenlichaam omhoog. Open de onderbenen. Zit op een yogablok of op een kussen en rek op. Oprekken. Duw je handen voor je uit op een ademhaling, kin in. Inademen, oprekken, maak je lang, maak je groot. Uitademen, bovenrug rekken, kin in. Inademen en uitademen. Het hele lichaam versterken en rekken met 3 yogahoudingen. Laat los. Zo, dit was het. Tot de volgende. Dag.